Q-Music met de Ibiza. Q is coming for you. Koningsdag, de musical. Deze musical begint bij koning Willem-Alexander, die in de helikopter zit op weg naar zijn bezoek aan de Rijp. Het is zijn eerste keer als koning en hij is nerveus over alles wat er fout kan gaan. In gedachten ziet hij al voor zich dat hij de helikopter uitstapt en dat iedereen zegt: hé, daar heb je die gast van Lucky TV. Terwijl de helikopter naar beneden zwengt, hoop ik dat Maxima eerst heeft getankt. En voordat we landen in dat boerengat, heb ik snel een fles oranje bitter geat. Ik stap met mijn gezin de helikopter uit, daar staan 100 kinderen met een fluit. Oh. Welkom, majesteit. Mijn eerste koningsdag. Mijn oordopjes vergeten. Mijn eerste koningsdag. Ieder dorp wil graag één keer de hele landelijke pers op bezoek. Dat kun je op twee manieren bereiken. Of je hebt een pedo-schandaal, of je haalt Koningsdag binnen. In beide gevallen worden er een hoop kinderen voor uitgebuit. Dit jaar bezoeken ze de Rijp en Amstelveen. In de Rijp blijven ze 1 uur. Poeh, nou, dan moeten ze waarschijnlijk een paar dingen 2 keer gaan zien. Wim Lex, wat doe je? Kan ons dorpje wel boeien? Wim Lex, wat doe je? Vind je het interessant? Nee, ik vind het juist een heel interessant kutdorp. Vind je het interessant? Vertel me alles over deze rotonde. En terwijl de rest van Nederland lekker bier mag drinken en zijn oude meuk op straat mag verkopen, moet het Koninklijk Huis zich door 5 rondes Oud-Hollands koekhappen werken. Maar Willem-Alexander blijft professioneel en denkt: happen met die shit. Ik wil niet lang dansen, maar ik doe gezellig mee. Ik krijg lokale kruidkoek en ik neem een hap of 2. Ik zwaai naar 17 bejaarden in lokale klederdracht. En op accordeon wordt het Wilhelmus weer verkracht. Ik wil niet lang dansen, maar ik lach vriendelijk en doe leuk mee. Ik wil niet lang dansen. Maar er is één lid van het Koninklijk Huis dat dit jaar een topdag heeft. Prinses Beatrix mag eindelijk lekker thuis blijven als ze wil. En dat recht heeft ze, want zij is in Nederland de enige bejaarde die nog nooit Koningsdag op televisie heeft gezien. Ik blijf in bed, dag blijf ik. Ik blijf in bed, dag blijf ik. Rijp, bestaat dat? Ik hoef eindelijk een keertje niet mee, dus ik kijk wel op tv in bed. Koningsdag, de musical. Ach ja, het is onze kindercore-business. Dankjewel, jongens. Terug te luisteren via qmusic.nl.